Hekke koe, jongens, gaat het nog een beetje hier zo? We zijn lekker bezig. Hey, we zijn hier in Brasserie Eigenwijs. Dat is al, hoe lang is dat jullie zaak al? 8 jaar. Deze maand die eraan komt. We staan 8 jaar alweer. In de lange file. Ja. En nu doe ik een rondje horeca, maar dat zijn jullie zonder meer natuurlijk. Maar jullie zijn bijzondere horeca. Kan je dat even heel kort uitleggen wie en wat jullie zijn? Ja, dat kan ik zeker. We zijn natuurlijk Brasserie Eigenwijs. We zijn hier bijna 8 jaar. En we zijn zowel een horecazaak als een dagbestedingszaak voor jongeren met een beperking. Het woord beperking vind ik altijd een beetje lastig, dus ik noem het altijd jongeren met mogelijkheden. Ja. We proberen het beste uit de jongeren te halen wat erin zit. En meestal zijn ze gespecialiseerd in één iets. En daar gaan we dan op verder borduren om te zorgen dat ze het zelfstandig met de nodige begeleiding vanuit ons waar kunnen maken. Ja, nou, dus twee van je beste kanjes heb je meegenomen. En dan hebben we Henk en Koen. En jij werkt hier al vanaf het begin. En jij werkt hier ook al hoeveel jaar? Ongeveer 4 jaar. 4 jaar, ja. Nou, dat is ook een behoorlijk lang. Nee. Laat ik even beginnen bij jou. Ja. Want je zei net al toen ik aankwam, van voor jou is het niet zo'n leuke tijd, hè? Dat de zaak dicht is. Nee, voor mij is het geen leuke tijd, omdat voor mij mijn structuur is weggevallen. En mijn dagelijkse dingen. Dus voor mij is het een hele moeilijke en vervelende tijd. Ja. Ik mis ook mijn collega's, ik mis de gasten, ik mis mijn voetbal, ik mis mijn werk. Eigenlijk alles wat ik altijd deed, dat valt volledig voor mij weg. Dus voor mij is het gewoon, ik kon het niet schakelen. Nee, maar jij woont normaal gesproken zelf in Goes. En, ja. En dan is het zo dat je normaal gesproken 5 dagen in de week hier naar Eigenwijs gaat? 5 à 4 dagen in de week ben ik hier altijd aan het werken. Ja. Ja. En wat heb je dan in de afgelopen maand? Moest je dan gewoon thuis zitten? Thuis zitten, dan ging ik een beetje rondjes fietsen, een beetje rondjes lopen, maar het is niet wat je wil. Nee. Het is niet iets wat je dagelijks doet, dus het is gewoon op dat gebied is het enorm opschakelen geweest. Ja, bij jou zei jij, ik kon het niet schakelen, maar bij jou kan zich dat dan ook echt uiten dat je echt heel boos kan worden erom. Ik, ja, dan kijk ik een beetje kortsluiting in mijn hoofd op dat gebied. Ja. Wat ik dan gewoon niet weet wat ook gewoon moeilijk is. Dan kijk je het nieuws en denk je, nou ja, weet je, wat moet je nou geloven, wat moet je niet geloven? Ja. Nou, ik hoop dat het zo snel mogelijk weer kunnen draaien. Nog wel weer wat dingen kunnen doen en ook alles weer een beetje normaal loopt zoals het altijd liep. Dat je gewoon de structuur weer een beetje terugvindt. Ja, niet een beetje, maar gewoon volledig. Ja, precies. En hoe is dat voor jou, Koen? Hoe is het voor jou dat de zaak dicht is? Een beetje jammer dat de zaak dicht zijn. Ja, want jij woont niet in Goes, maar jij woont in Vlissingen, toch? Ja, zeker. Maar hoe vaak kom jij hier werken? Is dat ook een paar keer per week of 1 dag in de week? Ik denk 2 dagen. 2 dagen in de week, ja. En dan moet je nu ook zelf maar thuis iets doen, of hoe ziet het voor jou er nu uit? Ja, goede vraag. Ik ken geen oppas meer. Dat is de reden. Ja. Mag niet naar oma? Mag niet naar oma. En waar woont je oma ook in Vlissingen? Of? Ja, ook. Maar dan mag je niet op de oma, want zij zit zelf in een verzorgingshuis. Ja. Ja, dat mag ook niemand naartoe, hè? Ja. Vlakbij. Ja. Ja. Maar nu ben je hier weer even, dus ben je blij dat je weer even hier zo bent? Ja, zeker. Ja, ja. Maar jij helpt ook in de bediening en in de keuken? Of? Ja, we doen natuurlijk achter de bediening helpen. Van collega's helpen. Ja. Zorg eten. Dus jij wil eigenlijk ook het liefst nog morgen open dan? Ja. Ja, dat kan ik heel goed snappen. Is vandaag nog. Ja, en maar Michelle, het is niet zo dat jullie helemaal stil zitten, want heel toevallig, een half uur voordat ik hier naartoe ging, kwam er een flyer bij mij in de bus van Brasserie Eigenwijs. Ik denk dat lijkt wel alsof... maar daar zag ik gelijk op dat jullie dus afhalen, doen jullie ook bezorgen. Jullie hebben broodjes met allerlei namen van medewerkers. Ja, klopt. We hebben het wat persoonlijker gemaakt. We hebben gevraagd aan de medewerkers welke broodje hun het lekkerst vonden op onze kaart. Dus daar hebben we een aantal uitgepakt. We doen zowel bezorgen als afhaal. Bezorgen komt erbij vanaf deze week. We merken dat er toch wel wat oudere mensen zijn die ook graag van ons eten zouden willen hebben, maar niet op kunnen komen halen. Dus we hebben wat mensen gecharterd die ook voor ons willen rijden. En daar beginnen we vanaf deze week mee. We hadden eerst 2 avonden takeaway en we hebben er nu 4, van woensdag tot en met zaterdag. Ja, want behalve de cliënten die hier allemaal werken hadden, alle jongens en meisjes, heb je ook nog mensen in vaste dienst, toch? Je hebt, ja, 8 stuks. Echt wel 8, ja? Ja. En ja. Is Jan nog steeds in de kok? Nee, Jan is net gestopt. Oh, echt waar? Ja, een maand geleden. Die is met een soortje vervroegd pensioen moet zien. Ja, dat is die ook geen 20 meer, hè? Nee, precies.
En ja, die missen we ook wel, maar goed, die geniet nu ook lekker thuis. Maar we hebben natuurlijk dames in de zorgwerker, 2 in de brasserie, 2 in de bakkerij. Ik heb 2 koks in de keuken lopen, waaronder ik zelf ook altijd in de keuken sta. Maar ja, die hebben allemaal vast dienstverband, dus die... Maar dan, ja, dat zeg ik tegen iedereen, ik kom natuurlijk niet het achterste van beton van de financiën, maar er zal bij jou ook iets met subsidie zijn, iets met verdiensten, maar hoe zie jij de komende periode, kunnen jullie nog even uitzingen? Of, Ja, weet je, het wordt gewoon steeds moeilijker, Edwin. In het begin dachten we, net als iedereen, het zal wel loslopen. Nou, en nu zitten we al bijna op 6 weken. Ja. En de kosten gaan door. We hebben wel arbeidstijdverkorting aangevraagd van onze mensen. Maar alles wat we ze nu weer laten werken, dat wordt natuurlijk gewoon weer ingetrokken aan het eind van het jaar. En dan moeten we wel weer gewoon gaan betalen. Ja, maar als het nou nog zo even zo blijft, hoeveel maanden kunnen jullie het uitzingen zonder... Ik hoop nu, ik heb 8 goede jaren gehad in eigenwijs. En ik heb goed kunnen sparen, dus mijn spaargeld hebben we al aan moeten roeren. Maar die gaat hard, laten we het zo zeggen. Maar ik zou het nog zeker een maand, 6 weken nog kunnen redden, maar het liefst geen dag meer. Nee, maar jullie hebben geen crowdfunding of zo gedaan, toch? Nee. Nee, daar zijn de meningen over deeld. Ieder doet het op zijn manier. Ja, ik respecteer iedereen die het doet, zeker. Zeker als je als alleen persoon je zaak staande moet houden. Ik heb nog het geluk dat ik een man heb met een mooi pensioen. Ja. Dus daardoor hou ik mijn hoofd boven water. Dus voor de baas op oude mannen wel. Ja. Ik kan het nog even volgen. Ja, en jullie zijn ondertussen, want ik was hier eigenlijk nog nooit op de bovenverdieping geweest. Het is ook heel grappig, je kan hier gewoon door de vloer kijken. Maar jullie zijn ook een beetje aan het klussen. Ja. En je bent al een beetje aan het nadenken over dat je mogelijk tafeltjes ook bijvoorbeeld hier op dat dakterras kunt zetten. En misschien zelfs in de zijstraat. Klopt. Maar ja, dat is allemaal een kwestie van beginning. Ja, we gaan even vooruitkijken. Ja. We zullen daar natuurlijk met de gemeente ook over moeten praten, of dat überhaupt mag. En normaal kan ik er 8 op mijn terras kwijt en dat gaat nu naar de helft met die 1,5 meter. Ja, en dat is hierboven zo natuurlijk ook. Ja, dus we hebben wel al een plan uitgewerkt hoe we kunnen gaan beginnen. Maar we moeten wachten op degene die besluit dat het weer mag en hoe we het dan mogen. Ja, ik hoop ook voor jullie jongens dat het... dat het snel weer beter kan worden en dat jullie, we helpen jullie ook met het bezorgen en de dingen. Ja, dus af en toe zijn jullie wel weer bezig nu. Ik hoop dat het zo snel mogelijk weer kan beginnen allemaal. En dat het gewoon allemaal normaal is. Dat jij lekker je terrassen weer kan draaien. Ja. En jij weer lekker kan ondersteunen. Hè? Ja, lekker is dat. Ja, nou super. Dank jullie wel voor de toelichting en veel succes. Hè.